Bij drukkerij Sennevelder in Doetinchem is het nieuwe RD Magazine van de pers gerold. Een wekelijks magazine dat iedere zaterdag verschijnt bij het Reformatorisch Dagblad. RD Magazine heeft een handzaam formaat, een aantrekkelijke vormgeving en een zeer toegankelijke inhoud. Het is rijk geïllustreerd en gevuld met artikelen over een keur van onderwerpen. Informatief, verdiepend, maar ook ontspannend. Kortom, een magazine dat je pas weglegt als je alles hebt gelezen. Ja, ik ben onder de indruk van hoe het geworden is. Je werkt met elkaar een heel jaar eraan, hè? Een heel team doet eraan mee. Dan denk je een mooie lijn uit, die vinden we ook terug. Goed ritme, verdiepende artikelen, reportages, interviews, maar ook dingen voor kinderen, voor jongeren. We hebben willen investeren in een wekelijks magazine, omdat dat toch langer blijft liggen dan die ene dag. Het biedt mooie mogelijkheden. Je mooi papier, goede fotografie die tot zijn recht komt. Wij wilden echt investeren in papier, in kwaliteitsjournalistiek. Het is nadrukkelijk bedoeld voor al onze lezers. Dit verschijnt in onze maximale oplage, 47.000 op zaterdag. Voor jong en oud, voor ieder is ook iets te vinden. Zeker ook voor de jongere lezer. Daar hebben we heel bewust naar gekeken dat ook die op zijn wenken wordt bediend. We gaan deze iedere week uitbrengen op zaterdag. 52 pagina's. Sommige weken 60 pagina's. Wat ons betreft wordt hij in de toekomst nog dikker. Dat zal de tijd leren.